We zijn met het project Waax begonnen in de gemeente Nieuwegein, omdat we vooral de burgers, dus de inwoners van Nieuwegein en nu de wijk Hoogzandveld, graag willen betrekken bij de bestrijding van de criminaliteit. Dus daarom zijn we met het project Waax begonnen. En richt dit project Waax zich alleen maar op de hondenbezitters of kunnen ook mensen zonder hond meedoen? Nee, het richt zich niet alleen op de hondenbezitters. Het richt zich ook op de mensen die bijvoorbeeld een paar keer per dag een ommetje maken. Die dus weten wat er in de wijk speelt. Die dus dingen opmerken die anders zijn dan de dag daarvoor. Dus het richt zich ook op de mensen die graag buiten een ommetje maken. Kunt u uitleggen waarom u zichzelf voor dit project hebt ingeschreven? Nou, gewoon omdat ik het belangrijk vind. Ik bedoel, je hoort zoveel dingen en ik vind het gewoon prettig om mijn steentje bij te dragen. Ja, en als je ziet wel eens, ja, niet vaak hoor, want deze buurt is best naar mijn idee veilig. Maar je ziet wel eens iets en dan denk je, ja, wat moet ik er nou mee? En nu weet je het. Nou is dit project een pilot. Het wordt voor de eerste keer gehouden onder deze naam. Waar hoopt u eigenlijk op? Ik hoop erop dat er heel veel mensen enthousiast worden, omdat als het over veiligheid gaat, dat niet alleen de zaak van de politie is en niet alleen de zaak van de gemeente, maar dat we ook burgers erbij proberen te betrekken, net als met Burgernet. En dat er zoveel enthousiasme bij mensen bestaat dat ze samen met de politie en samen met de gemeente een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van Nieuwegein.